De eerste week en de eerste drie trainingen die zitten erop. Wat trof je aan toen je hier binnenkwam? Nou, ik trof natuurlijk een ploeg aan die moeilijk heeft. En niet overloopt van vertrouwen. En dat heb je afgelopen zaterdag hebben ze natuurlijk verloren en met 9 man geëindigd. Ja, en waar we dan als Sparta terechtgekomen zijn, is op één laatste plaats. En dat, dan weet je, ik als ook als oud voetballer zijnde, dat je niet lekker in je vel zit. Hey, waarom had je zo'n zin in Sparta? Nou ja, ik zie wel een uitdaging in dit soort dingen. Hè. Ik was ook vrij. Ik ben zelf ook gretig en ik hou van het spelletje. Dus ik heb er wel zin in bij Sparta. Je bent zaterdag in Huizen geweest, zei je al. Wat is daar het meest van bijgebleven van die wedstrijd? Nou ja, ik ben een trainer. Die jongens die moeten willen voetballen. Ze vinden, toen ze klein waren, hebben ze altijd op voetballen gewild. En dat moet je met plezier doen. En dan moet je ballen willen hebben wanneer we de bal hebben. Dus en dat heb ik zaterdag wel wat minder gezien. Dat jongens zich een klein beetje verstoppen. En daar moeten we vanaf. Je moet het met z'n allen doen. Aan balbezit en bij balverlies. En daar gaan we keihard aan werken. Zit daar het grootste pijnpunt? Vertrouwen? Ja, dat denk ik wel. En, en als we dat weer terug kunnen krijgen. Maar dat gaat gepaard met het resultaat. En als het resultaat komt, dan komt het vertrouwen weer terug. En dan gaan we keihard aan werken. Ga je veel veranderen bij Sparta? Ja, ik zal links en rechts wel wat veranderen. Maar ik heb gezegd, iedereen begint blanco. En dan moet je het maar laten zien. En ik heb er nu een paar naar de tweede moeten doen. Ja, die zijn teleurgesteld. Maar ja, ik ga daar ook kijken natuurlijk. En ik heb gezegd, je moet me niet makkelijk maken, je moet het me moeilijk maken. Dus je moet daar presteren, dat je de volgende keer erbij kan komen. Wat kan je doen in 3 trainingen? Oh, niet zoveel. Gewoon lekker simpel houden en een beetje groot trainen. Dat de jongens de ruimte krijgen om een bal aan te nemen, de tijd krijgen. Om dan zo weer te vertrouwen te krijgen dat ze weer een paar goede ballen achter elkaar spelen. Ja, en dat probeer je een beetje op te tellen, zeg maar. Van 2 goede ballen naar 4 goede ballen, naar 6 goede ballen. Wanneer ben je tevreden zaterdag, als je tegen SVL gespeeld hebt? Nou, ik denk dat SVL ook een goede nederlaag achter de rug heeft. Dus zij komen ook niet over hier met veel vertrouwen. Ik denk misschien wel een ideale tegenstander is om de 0 te spelen. En wellicht wel naar een overwinning kunnen spelen. Veel succes zaterdag. Dankjewel.